Sowieso lijkt het me steeds moeilijker om kind te zijn. Naast die rekentoets kwam deze week het voorstel om kinderen op 4-jarige leeftijd computervaardigheden en Engels te leren. En dan ging ook nog eens de prijs voor het beste kinderboek van het jaar naar een dichtbundel over de dood. De vraag is, vragen we niet te veel van onze jeugd? Ik vroeg het aan onze jeugd. Welkom bij Kleutergasten. Bij me zit Alwine Steeman. Hoi, Alwine. Hoi. Het is kinderboekenweek. Hè? En dit boek heeft de Gouden Griffel gewonnen. Doodgewoon van Bette Westra. Dat is een poëziebundel. Allemaal gedichten over de dood. Heb jij dat gelezen? Ja. Oh, vond je het niet een heel eng onderwerp? Ja, dood, liefde en gemis. Dat zijn toch de grote thema's in de literatuur. Lekker makkelijk, commerciële troep. Denk je zelf wel eens na over de dood? Ja, vroeger zei ik altijd dood is dood. Maar in groep 2 ging ik toch denken. Wat als er wel iets is? Maar daar kom je niet uit. Nee, daar kom je niet uit. Grote mensen hebben deze week allemaal plannen bedacht voor op school. Dat jullie Engels moesten leren vanaf de kleuterschool. Ja, crazy. En moeten jullie op school ook, en nu ga ik een heel moeilijk woord zeggen hoor, digitale vaardigheden leren? Ja, aan de juf. En volg je de politiek ook een beetje? We hadden afgesproken dat het over mijn nieuwe kleurplaat zou gaan. Ja, maar we gaan het ook zo over je kleurplaat hebben. Anders ga ik gewoon weg nu. Oh, hij is prachtig. Dank je. De kleurplaat van Alwine hangt vanaf morgen in het klaslokaal van... Groep 3. Dank je wel. Volg je de politiek ook een beetje? Ja, maar die worden ook steeds jonger. Dan zie je de Jesse Klaver. Ja, en dan denk ik, hallo, hoe oud ben jij, 12? Hé, hey, en het is bijna Sinterklaas, hè? Het is half oktober. Ja, nou ja, oké, maar goed, het komt er weer aan. Toch gaan jullie ook Sinterklaas vieren met Zwarte Piet? Ja. En wordt het dan een gewone Zwarte Piet of een Zwarte Piet met roepvegen? Helemaal zwart. Ja? Ja. Het belangrijkste is dat het blijft wat het is. Een leuk feest voor volwassenen. We gaan kijken naar je volgende fragment. Dat is een scène uit de Franse documentaire Pour la vie de nos chambres uit 1958. Moeten we het even inleiden of zullen we gewoon meteen even gaan kijken? Laten we gewoon maar kijken. Leuke gasten, yeah!